Kijk, het is hier zoveel later dat je zelfs gewoon de tuin in kan lopen. Het is gewoon een vijver geweest, hè? Echt? Ja, kijk maar, een vijver met... Waar zijn nou die beestjes? Ja, dat weet ik niet. Een schuurtje. Ja, er is niks te zien in het schuurtje. Wilma voelt zich niet zo prettig. Ga maar. Waarom? Omdat het mag. Ja, dat is juist leuk dat het niet mag. Kijk eens, dat is wat voor jou. Nee, ik kom gewoon bij het tuincentrum vandaan. Dat is geen oude kruikenpot. Zonder adem. Heel erg kitsch. Nou, kom weg. Ja, jij voelt je er niet prettig bij, hè? De pijp uit. Oh, nee. Ja, er is iemand overleden in dit huis. Voorzichtig, Ruud. Voorzichtig. Je laatste traptreden. Geef de camera maar. Hier is een slaapkamer. Dit is een slaapkamer. Ruud? Ja? Ik loop naar buiten. Ja, ik kom eraan. Nee, ga maar rustig kijken. Ik kom eraan. Buiten. Ja, zet hem maar bij de... Dan wacht hij wel even op ons. Kijk. Maar ik denk zelf dat dit de master bedroom geweest is. Dat zou dan betekenen dat die hier al hebben gelegen. Kijk, dat zou betekenen, dit is de master bedroom. Dit raam, dat verwijst naar de weg toe. Kijk, dat betekent dus dat hier al iemand gevonden is. Wat is dit? Dit is, oh, hier hebben een open haard gestaan. Ja, hier omhoog gegaan, dan kon je hier een warme. Super klein, want je hebt hier één kamertje. En heb je hier één kamertje. Dit is de hele bovenverdieping. Dan heb je hier nog een zolder. Er is ook nog een zolder, maar... Ik kan kijken of ik op de balk kan staan of ik kan filmen. Ja, heb je hier... Oh, hier heb je nog een trapje. Kijk, hier kan je naar buiten kijken. Kijk. Daar is Daniel. Tegen de muur dan gezet, kon ik hier ook naar boven. Kijk, het is echt super klein dit. Je ziet dat ik tegen de muur ga staan. Het is echt super klein hier ook. Hier heb je dus de bovenste raam. Het is echt heel vies hier ook. En ik weet niet of ze haast hebben gehad of dat ze gewoon de boel maar hebben laten leggen. Maar... Speelgoedjes en alles liggen gewoon nog op zolder. Ik vraag me af
Waarom is hier ooit een gat ingeslagen? Hebben ze gewoon bewust een gat ingeschopt. Nou, nu moet ik nog even kijken hoe ik hier naar beneden kom. Want ik heb om precies te zijn één tree. Ik was net via dat randje naar boven geklommen. Met mijn handen hier aan en mijn benen over dat randje. Maar ik weet niet of ik dat terug moet doen. Want ik zie nu, nou dat ik boven ben, zie ik dat het helemaal vol met spijkers zit. We gaan het proberen. Gaan we het wel achterlaten zoals we het gevonden hebben? Dus we doen het raam weer dicht. En we doen de platen weer voor. Zo kunnen we rustig gaan weer naar huis.